of Arabia looks down on Manhattan. While Albert Einstein sports a fame that comes by for a chat. I'm on the avenue, you're drinking at my feet. With friends of famous artists, I sell out on the street. Get it down in New York City. Laatste nieuws? Ja, het tegengestelde bericht dat afhankelijk van welk persbureau je kijkt of luistert, welke televisiezender je bekijkt en met wie je verder telefoneert, de berichten zijn verward. Sommigen zeggen ja, het is gewoon een oefening. Nou, dan is het bloos alarm. En goed dat ze oefenen, zou je zeggen. Aan de andere kant zijn er ook allerlei bronnen die zeggen nee, het is wel degelijk serieus en er is mogelijk sprake van een bomdreiging. Dan komt het laatste bericht bij dat Dick Cheney, de vicepresident, onverwacht is overgebracht naar Camp David, het presidentiële buitenverblijf. En dat zou een voorzorgsmaatregel zijn. Zoals we weten is, voor zover we nu bekend mee zijn, is president Bush gewoon hier vlakbij in het Witte Huis. Maar Cheney zou, die is zeg maar de second in command, dus als er iets met Bush zou gebeuren, dan moet hij automatisch overnemen. En in zo'n geval is het natuurlijk slim om die twee heren een beetje op elkaar te houden. Als je ergens bang voor bent, dan moet je dat zeker doen. Ja, Cheney dat is dus overgebracht naar Camp David. Dat is dus om te garanderen dat het leiderschap intact blijft, zeg maar. Ja, precies. Ze zijn dus kennelijk zo zenuwachtig en houden zich kennelijk met dit soort voorzorgsmaatregelen bezig. En dat niet alleen, maar ze maken het ook bekend. Want in heel veel gevallen, Debbie, worden dit soort maatregelen genomen zonder dat wij het weten. Bijvoorbeeld in de afgelopen dagen wisten we voor een deel niet waar een aantal hele belangrijke politici waren. Terwijl er wel, weet bijvoorbeeld ook dat Laura Bush is weggebracht op een bepaald moment. Hoge senatoren zijn in veiligheid gebracht tijdelijk. Dus wat dat betreft gebeurt er veel meer dan wij zien. Maar dat het nu over Dick Cheney bekend is gemaakt, dat zegt wel iets. Oké, Charles, voorlopig zover. We komen zo dadelijk nog bij je terug. Uit vrees voor mogelijk nieuwe terreuraanslagen hebben de Amerikaanse autoriteiten vanavond besloten om de veiligheidszone rond het Witte Huis flink uit te breiden. De Verenigde Staten hebben nu officieel de terrorist Osama Bin Laden aangewezen als het meesterbrein achter de aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. En vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul komen berichten dat het regime van de Taliban bereid zou zijn Bin Laden uit te leveren aan een islamitisch gerechtshof op voorwaarde dat de Verenigde Staten kunnen bewijzen dat hij schuldig aan de aanslagen is in Washington en New York. Het bericht dat de Taliban Osama Bin Laden op bepaalde voorwaarden zou willen uitleveren werd opgepikt door de BBC, die het op een Afghaanse radiozender hoorde. Bin Laden, die zich schuilhoudt in Afghanistan, blijft volhouden dat hij niets met de verwoestende acties in de Verenigde Staten te maken heeft. Ondertussen groeit onder de bevolking van Afghanistan de angst voor een mogelijke wraakactie van de Verenigde Staten. Veel mensen hebben de afgelopen uren het centrum van Kabul verlaten. De FBI gaat er inmiddels vanuit dat bij de kapingen tenminste 18 kapers aan boord waren van de 4 toestellen. Ze kregen ruime steun vanaf de grond. In totaal zouden 50 man betrokken zijn bij de aanslagen. Maar arrestaties zijn nog niet verricht. Any sources and methods of intelligence will remain guarded in secret. My administration will not talk about
how we gather intelligence, if we gather intelligence, and what the intelligence says. We're looking at those terrorist organizations who have the kind of capacity that would have been necessary to conduct the attack that we saw on the 11th. We haven't yet publicly identified the organization we believe was responsible. But when you look at the list of candidates, one resides in that region. Mr. Secretary, just for the record, when you spoke of a candidate who resides in that region, were you speaking of Osama bin Laden? Yes. Ja, we gaan nog even over naar Charles Groenhuizen. We gaan over naar Twan. Twan, de planning is dat Bush morgen naar New York zal gaan. Gaat dat onder deze omstandigheden nog door, denk je? De regering Bush heeft inderdaad morgen vrijdag uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. En hij is uitgenodigd door de burgemeester hier, Giuliani, om zelf te kijken op de rampenplek. Wat je je nu kunt afvragen met al die dreigingen, met al die risico's, hoe zo'n bezoek in goede banen geleid kan worden in ook nog een gebied dat zo chaotisch is op dit moment. Je kunt je afvragen of dat bezoek überhaupt wel door kan gaan als er zoveel mensen zijn die denken dat ze grappige bommeldingen kunnen plaatsen of anderszins. De vraag is dus hoe zich dat morgen gaat afspelen allemaal hier in New York. En ik vraag me stellig af of het überhaupt wel mogelijk is voor president Bush om hier op een veilige, risicoloze manier het rampgebied in ogenschouw te komen nemen. Oké, Twan, tot zover. Dank je wel. Ja, en ondertussen gaat het zoeken door. Het zoeken naar slachtoffers. En dat levert regelmatig dramatische taferelen op. En zelfs de meest zakelijke verslaggever heeft het soms te kwaad. Zo zagen wij zojuist op CNN. En ik heb hier met me Vinnie Kamaj, whose father Rocco was in the World Trade Center. And can you tell me where he worked and when your family last heard from him? My father was a window washer on Tower 2, the observation deck. He worked the rig outside. He last called us at 9:15 a.m. from the 105th floor, where he said there was 200 to 300 people just on that floor waiting for them to be told to head down. And did he say that he was heading down, or did he feel safe? He said, don't panic, to my mom. He said, don't get upset. Tell my kids I'm going to be okay, not to worry about it. I'm in God's hands. We're all going to be okay, don't worry. And tell me why today you're distributing these flyers. This morning, my mom woke me up early, telling me that his name was on one of the survivor lists on an internet web page, and that we can get the best information from the building behind us, the armory. And what happened when you went into the armory here? I have a case number. I looked it up on to see if my dad was in any of these hospitals, and no luck. No luck yet. What's in your head now about what you think happened? I don't know. I know that my father, he wouldn't have just left everyone behind. He would have looked for his workers. He would have helped people out. He did it on the 93, when they bombed it in 93. He helped a pregnant woman down the stairs. I want to tell him that we all miss him. His little nephew, Luke, misses him. And that we're strong. We got hope. Thank you. Thank you.